Welkom bij ADO Praat met vandaag de overwinningen op Jong AZ en Gemert. Thomas Verheid, hij lijkt inmiddels onmisbaar voor ADO. We gaan vooruitblikken op de wedstrijd, de laatste van dit kalenderjaar tegen NAC in eigen huis. En we hebben een gast en dat is Roy van den Hoogen. Welkom. Ja, dankjewel. Naast de vaste drie, hè? Ja, we gaan niet jongens. Met ons beginnen dan. Ja, we beginnen met de oudste. Je begint toch altijd bij Leo? Nico, welkom. Leuk dat je er weer bent. Ik zit achter een paal. Leo. Ja, we moeten opschieten. Het is weer bijna 5 uur. Spare time gaat zo in, dus we moeten een beetje door. Oké, Houser. Jawel, goedemiddag. Welkom. Goed, Roy. Jij bent al jaren ADO supporter. Op Midden-Noord, hè? Ja. Seizoenskaart. Hoe lang al? Vanaf mijn 12e, dus is alweer 36 jaar. Met je vader denk ik aan de hand mee? Ja, begonnen. Midden-Noord. Net daarboven. Toen mocht ik nog niet beneden bij de jongens, maar ja, het is langzaam gegroeid en dat gaat nooit meer weg. Dus nog steeds een seizoenkaartje. Jammer dat we niet iedere week kunnen, maar door de corona gebeuren. Maar het zit in ons hart en gelukkig zie en spreek ik de jongens nog wel. Jij bent niet alleen supporter van ADO, maar je hebt ook een winkel in de Theresiastraat. Klopt. En daar verkoop je onder andere sinds kort het Haagse matje. Ja, dat is... Originele naam. Maar als er nou mensen zijn die denken, ja leuk, hij is al uitverkocht. Dat is, het is een beetje gekuis geworden. Ik had hem bedacht, ik heb hem uitgerold. 1000 laten maken. Een beetje geprobeerd in de media te brengen. Leuke foto's, websiteje. En buiten de winkel was hij daar te verkrijgen. Maar iedereen heeft hem zo opgepakt en jullie hebben hem al zelfs cadeau gegeven. Ja, hij ligt hier ook al. Ja. Sinterklaas gehad. Heb zijn eigen matje ook verkocht? Ja, dat was al een paar jaartjes. Ja. Maar ja, we waren binnen 6 dagen uitverkocht. Ja. Dat is een stuk. Super. Tot aan het buitenland hebben ze allemaal besteld. Ja, ik hoor en, ik mag het woord hier niet zeggen, dus ik doe het even anders. In 020 liggen ze ook, heb ik begrepen. Ja, ik heb wel foto's voorbij zien komen dat ze daar liggen. Maar zolang we geld aan hun verdienen, dan is het goed. Reacties waren goed, hè? Dat sowieso. Hoe was het weekend, mannen? Want er is een hoop gebeurd. Laten we even beginnen met iets wat niet met voetbal te maken heeft. Kort, Verstappen. Ja. We hebben de start gekeken. De start ging niet goed. Hamilton was er vandoor en we zaten nu iets te kijken. Er zaten toevallig ook een paar die wilden naar 0-10 kijken. Ja, Leo, zet hem dan over. Ik zei, ja, maar je weet nooit wat er gaat gebeuren. Er kan altijd wat gebeuren dat we ineens wel. En dan hebben we dat gemist. Want dit zou een uniek moment kunnen zijn. Ja, dus, sportgeschiedenis. Ja, of ik weer een voorgevoel had. En gelukkig bepaal ik dan. Dus hij bleef gewoon op Verstappen staan. Ja, na de hand was het één groot feest die er was. Ja? Hoe zaten mensen erbij dan? Ja, puntje van de stoel. Lagen net nog niet onder de tafel. Ging de lucht in. Ik had, buiten wel toch? Ja, ik had gelukkig nog wat geregeld. Want ik had ik denk als het gebeurt dan moeten we toch. Dus allemaal met rookpotten, rookbommen. En je kon de overkant van de straat niet meer zien, zeg maar. Een half uurtje. Maar dat maakt niet uit. Ook genoten? Ik heb super genoten, ja. Ben je fan ook? Of is het iets wat je vaak... Ik kijk het wel altijd, ja. Nou, dat was gewoon een topweekend. Max, ongelooflijk hoe hij het flikt. En dat is gewoon... AZ deed ook niet normaal aardig. Nee, daar was ik helemaal blij mee. Klein detail. Hou ze nog kort over Max, tranen in de ogen of niet? Nou, niet mijn ding. Jij bent niet sentimenteel? Nee. Ik ben nogal fietsachtig. Hij moet vaak weer plassen onderweg. En als ik zo hard ga fietsen, dan ben ik mijn baas wel een tietje vroeg op zijn werk. Fietsachtig ben jij? Ja, ik ben fietser. En sportbollenbal hebben, vind ik. Oké. Dus dit is eigenlijk geen sport? Nee, ik vind eigenlijk geen sport. Autosport. Hij heeft ook een racefiets. Hé? Je hebt ook geen racefiets. Nee, ik heb een mountainbike. Mountainbike. Als ik naar beneden fiets, ga ik uit keihard. Goed, we gaan het over voetballen. Maar wel chapeau hoor, Max. Je hebt het goed gedaan. Ja, toch wel. Nederland op de kaart zet. En Mercedes een beetje te kakken gezet, dus dat is goed. We gaan het over voetbal hebben, want ik werk beter, al met jouw werk. Vrijdag, het is alweer een tijd terug inmiddels, maar Jong AZ. Verslagen, het ging niet makkelijk. 3-2. Eén keer Stijn en twee keer Verheid, hè? Ja. Top. Haagse doelpuntenmakers. Ja. Leuk. Ja. Leuk. Alleen de uitslag was niet, ik denk er wordt echt een wolk over. 6-0 had jij gezegd. Ja.
Dat kwam niet helemaal uit, maar ja, goed, als er maar 3 punten zijn, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, zo is het. En de knappe reeks, hè, 6 op een rij gewonnen. Ja. Nou, die 7e, daar gaan we het zo over hebben, of dat ook gaat lukken. Ja, en dan die bekerwedstrijd, want die stond dinsdagavond natuurlijk op het programma tegen Gemert, dan denk je derde divisionist. ADO was wel een beetje gewaarschuwd, want in de eerste ronde tegen Sparta Nijkerk, die spelen op hetzelfde niveau. Was het ook niet makkelijk. Maar het ging weer niet van een leien dakje, Houser, op zijn zachtste zacht. Nee, want ik zat eerst zelf bij mijn moeder te kijken, weet je, mijn oude moedertje gisteren. Hoe oud is je moeder? Die is 87, lieve mens. Oh, ja. En die heeft een boosterprik gehaald, chapeau moe. Durven de groeten. En we zaten lekker met een bakje koffie te kijken met z'n tweeën. Leugenaar. Toen vraagt ze op een gegeven moment, ja wel een bakje koffie, na het eten. En op een gegeven moment zegt ze, wie is daar nou? En zei dat wit-zwart of de geel groen? Ik zei, nou, moet kijken, is goed. En toen maakt die wit-zwart gelijk een kogel op een gegeven. Ze zei, voor mensen is daar toch de wit-zwart in? Ik zei, niet juichen. Nee, hoe moet je had wel gelijk. Want, ja. Was een beetje heftig. Ja, Gemert kwam tot 2 keer toe op voorsprong. Ja, daarom. Ongelooflijk, ja. Toch, Roy? Ja, ik snap het niet. Ik snap het ook niet. Dat heb je met bekervoetbal. Je ziet in Engeland, weet je wel. Begint dan niet zo amateuristisch. Ik vind dat prachtig. Maar allemaal bij Hagen. Jij begint over het begin, hè? Ja. Er was een andere opstelling. Begint er gewoon met je eigen team mee. Maar jij zegt eigenlijk gewoon, Stijn, kies naar Verheid. Ja, tuurlijk. Gewoon met je eigen mentje beginnen. Maar goed, uiteindelijk was Verheid toch weer nodig, hè? Zo zie je dat hij echt misbaar is. Het is een beul, hè? Maar dat hebben we in de wedstrijd toch al gezien toen hij geschorst was. Toen zakte het ook als een kaarthuis in elkaar. Dus waarom niet gewoon starten, wat ik iedere keer zeg, ook met spelers die aan het terugkomen zijn. Begin ermee. Ja. En als je 2 of 3-0 voor staat, dan ga je wat wisselen. Dan ga je wat mensen rust geven. Dan ga je andere mensen speelminuten geven. Niet andersom. Ik heb helaas geen trainerscursus gehad, dus ik zal dat wel niet weten. Maar, Nou, Ado speelde eigenlijk zonder spits werd er gespeeld eigenlijk, hè, tegen Gemert. Ja, maar daar gaat er nog hoge bal in. Doe je ook niet tegen amateurs met een spits spelen. Nee, moet je 5 verdedigers nemen. Moet je 5 verdedigers nemen. Sammy Boura bakt er niks van. Wie? Sammy Boura, die Belg. Nee, maar die gaat al weken niet best. Nee. Goed, maar Verheid is dus heel belangrijk, dat weten we. Maar dat wordt dus wel weer benadrukt. Hij had ook nog een boodschap voor ons. Oh. Gasten bij Leo's Koffiehuis. Ik geniet elke week van jullie uitzending. We kijken met sommige jongens en het team kijken we het elke week. En Houser, fantastische tato man. Die ga ik misschien ook zetten. Ik had graag langsgekomen om jullie kratje bier te brengen. Maar helaas mogen wij niet langskomen als spelers zijn er nu vanwege de maatregelen. Maar wij volgen het en blijf zo doorgaan. Leuk. Kijk eens, leuk. Thomas vet. Thomas vet. Hij heeft een centrale mogen, man. Dan gaat je bier. Ja, ik wil kikken, joh. Ik vind het onwijs gaaf, man. Ik ben emotioneerd ineens. Dit is wel mooier als Verstappen, dit. Ja? Dat je ons bedankt. Ja, Verstappen, bedankt ons hier. Ja, ik zie echt waterige oogjes. Ja, joh. God. Ja. Nou, Thomas, bedankt voor je opmerking. Thomas, helemaal super. Thomas, maar ik gaat je bier zien. Als we kampioen worden, hoeveel kratjes willen we hebben? Hoe gaan we erop? Gewoon een blikje, hoor, Thomas. Super. Bier genoeg hier. Hey, ja, en, dat vind ik leuk, zeg ik. Hij noemde jou ook expliciet. Ja, joh. En die tatoeage vond hij ook zo mooi op je billen? Ja. Tenminste, ik neem aan dat het daarom. Ik denk dat het daarom ging. Ja, zal hij die bedoelen hier zo, Nico? Of zo? Ken ik weer alleen? Ja. Even gewoon. Ga jij maar even plassen, want ik heb dorst. Kut. Kut. Wat is dit nou, joh? Kut. Even kut. Dat is zeker niet zeker. Gaat hij nou weer staan zeiken? Nee. Ik ga even huilen. Huilen. Alles wordt hier uit handen genomen. De hele regie wordt uit handen genomen. Ja. Er is niks meer te vertellen. Al die lampen, alles verdampt. Goed. Hey, vertel jij ondertussen even dat verhaal dan van dat jasje. Want jij had een jasje besteld, zag ik op Facebook. Ja. Maar die was net wat te krap. Nou ja, het ging eerst al. Ik denk, dat is gewoon puur zeker. Ik neem een jasje 2 keer XL. Die hangt hier al 3 maanden te kopen voor de inkopen. €80. Ik denk, nou, het is iets als ik ergens chic heen moet en ik heb mijn colbertje aan. Ik denk, ik doe eventjes 4 keer XL. Nou, 4 keer? Het staat er echt. 4 keer XL. Eens kijken dan. Ja. Die hebben meegenomen. Ja. 4 keer XL. Ja. Nou ja, ik heb nog nooit gelogen. Dus ik gisteren dat pakketje mee naar huis genomen. Ik zeg, schat, ik heb wat besteld hoor. Ze zegt, nou dat is leuk. Ze zegt, dat is een leuke kleur. Leuke kleur, zegt ze. Ik zeg, nou dat is hartstikke geinig. Ik zeg, maar ja. Oh! Ja, kistje. Ja.
Ja, maar laat eens zien hoe die staat dan. Ga staan dan. Ja, ik span even. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Hij is wel iets te klein. Met mijn vleugels komen eruit. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nou, je liet geen scheet, hè? Nee, ja, goed. Nee, ja, want... Hij was iets te krap. Nee, je is iets te krap. 4 XL. Met monster, we laken het hier niet. Maar was het niet van de kindermaten dan? Nee, ja, bij Predator, ik weet het ook niet. Machina. Nou ja, rot op het ding. Hier maar. Kijk eens, jij kan wel vangen. Ja, maar klaar. Waar blijft die house dan eigenlijk, joh? Hey, ja, die zal eruit druppelen. Maak er maar kerststukjes van. Oh, daar is die. Nou, je hebt wat gemist. Ja, sorry, ik ben een jas. Dus je moet weer een nieuw jas bestellen. Nee, ik ga niet meer bestellen, Pim. Ik ga gewoon naar een winkel. Is er niks voor house, Adam? Nou, niet meer. Nou, niet meer. Hij is geschud. Voor al te nieuw misschien. Lekker voor op je mountainbike. Ja. Goed, Houser, jij had een voorspelling gedaan en die was goed. Ik ben euforisch. Ja, dat weet je natuurlijk wel. Hij had gezegd, ADO Gemert, bekerpotje, wordt 4-2. Dat is heel knap. Ja. En toen hoorde ik een van jullie nog zeggen, toen hij dat zei, van ja, van, moeten ze dan 2 keer scoren? Volgens mij was Gemert moet dan 2 keer scoren. Amateurs tegen Den Haag gaan er niet vanuit dat ze 2 keer scoren. Ja, het intellect komt naar boven. Kijk eens, Houser. Kijk eens. Ik kan ook een keer een slechte dag hebben. Ja, dat is waar, Leo. Zo is het. Roy, weet je wat je meemaakt? Nee, je wordt weer verwend. Maar ja, je hebt het aan jezelf te danken. Hey, die komt niet bij de Primera vandaan, denk ik. Ja, hebben wij ook hoor, dat papier. Heb je ook wat allemaal papier daar? Heb je ook papier? Ja. Nou, ja? Oh, wat leuk. Jullie hebben sowieso veel dingen samen ingekocht. Kijk eens. Oh. Merry Christmas to you. Merry Christmas. Laten we even zien, Houser. Hij lijkt ook wel een beetje op. Hij lijkt er nog op ook, zeg hij. Ik laag gelijk mijn baas aan. Hey. Hartstikke mooi. Kijk even of je, de maat goed is. Doe hem pas je wil. Maar niet zoals Leo past, hè? Ik pas hem wel. Leo, doe jij het is 1 keer XL. Dus XL is het. Nou, dat ziet er wel uit, hè. Ik ben benieuwd hoor. Zie je me ineens aankleden? Ja, ik heb wel een beetje Azar, want ja, ik heb aardje weg. Hè? Oh, dat is goed ingeschat dit. Kijk, hè? Kijk, perfect. Ga maar even zitten, dan kan iedereen het zien. Dat is leuk. Super man. Hartstikke bedankt. Ja, kom je mee. En ik noem hem Thomas. Ja, Thomas de Kerstman. Oh ja, kijk, dat is leuk. Omdat je in de wereld uit bent. Het begint echt op echte liefde te lijken nu, hè? Ja, nou ja. Hey. Nou, mooi. Echte liefde. Ja, hij laat straks zijn baas ook. Ik ben er wel blij mee. Ja, mooi. Een baasje laat. Hey, goed. Ja, die kun je weer voor de dag komen. Komt ze bij jou uit de winkel? Nee, dit kan niet. Roy op de Bosje Kerstrui van Nederland. Nee, ik kom niet bij Roy uit de winkel. Oh, oh. Bij ADO. Moet je ook een lul reclame maken. Goed, we gaan door even met het goede nieuws, want er kwam deze week nog meer goed nieuws. De gemeente Den Haag had ADO natuurlijk al de hand toegereikt, maar nu is ook bekend in welke mate dat dan is. Ruim 1 miljoen euro wordt er kwijtgescholden. Aan schulden die ADO had bij de gemeente. Oh. Voor huurachterstand van het stadion, van de parkeerterreinen. Die hoeft wat dus een prachtig mooi kerstcadeau gemeente. Ja, een beetje een kerstcadeau eigenlijk ook. Ja. Als we niet de belastingen gaan verhogen weer gelijk voor alles. Maakt het nou uit, als we allemaal een beetje een duitje in het zak zoen. In het duitje in de zak doen, dan komt het met Den Haag. Zak van Max. Ding maar kopen. Je mag een zak van Max. Duitje in de jaszak. Ja, in de jaszak. Een zak van Max. Nou, had ik beter 12 keer XO kunnen nemen. Rustig kleiner, man. Houser, mannen, er is een kijkersvraag weer. Oh. En hij is nu voor Houser. Nico werd ook wel ingenoemd, moet ik zeggen, maar het was gericht aan Houser. Spreid het maar even. Van wie was dat? Van Kim, Melanie en Deborah. Kijk, dat zijn er drie. En ze vragen, lieve Houser, kom jij gezellig oud en nieuw met ons vieren op Scheveningen? Op Scheveningen? Oh, dan weet ik of ik het zijn. Kim, Melanie en Deborah. Weet je wie het zijn? Ja, Deborah. Ja, dat kijk ik wel. Dat zijn de drie de crisis uit Scheveningen. PS, als Nico mee wil, is hij ook van harte welkom. Nee. En wat markeert er aan mij, dames? Wat markeert er aan mij? Ja, ik mag ook niet komen. No. Ja. Okay, ja, dat snap ik. Maar, Houser, wat is het antwoord? Ja, ik wil een keer naar Scheveningen toe. Ja? Ja, met oud en nieuw dus? Ja. Om 12 uur. Moet ze wel even opkomen halen natuurlijk. We gaan op de fiets. Niet op je heen gaat wel, maar terug wordt een beetje lastig. Nou joh, dan blijf je toch slapen bij een van die dames. Oh, ik blijf wel slapen hier. Maar zijn het Scheveningers of zijn het... Ja, ze vieren het op Scheveningen. Ik denk het wel. Oh. Oh. Een nieuw programma, Houser blijft slapen. Dat neem ik slaapzak wel mee. Ja. FC Den Haag slaapzak. Hey, ja, het is leeg. Ja, dat is toch wat anders dan Chantal. Ja, ja, nou, kijk eens goed. Als het nieuw is altijd een beetje een rare avond natuurlijk. Ik ben zo leuk. Dat is waar. Ik heb ook vaak op politiebureau, mocht ik ook blijven slapen. Altijd blijven slapen. Ja, dat is ook wel pijn. Zijn er geen politieagenten, die drie? Wat had je geflikt dan?
Ja, toen ging ik een beetje dingen in de rond te lopen gooien en een vinkersteuk en zijn hele bocht in. Alle figuren. Dan zou ik een schulden vinden. Dan kom je voorbij met zo'n balkje. Ja, ik zet er een vliezer uit, dat scheelt niet. Is dit wel goed voor jouw reputatie om hier te zitten? Ik heb blijven slapen. Ik heb gelijk nog wel. Nou, oké, hou ze blijven slapen. Dan weet je dat. Goed. Nog één wedstrijd, mannen. Ja. Wat? Nog één wedstrijd dit kalenderjaar. Ja. En dan is winterstop. NAC komt op bezoek. Oh, dat had weer volle bak geweest, hè? Tegen NAC thuis. Ja, dat denk ik wel. Altijd gezellig. Zeker weten. Het mag van die twee NAC. En ADO heeft natuurlijk nog een appeltje te schillen met NAC. Want, ja, eigenlijk wel. Uit werd daar ruim verloren. Dat was wel een deceptie. Dus dat moet rechtgezet gaan worden. En NAC staat negende. Wel al 5 wedstrijden ongeslagen. Ze zijn door in de beker, want ze wonnen van de week van FC Utrecht. Ja, ja. Heel knap. ADO ook door in de beker. Laat het maar de ommekeer komen vrijdag dan. Dat het niet zo goed met hun gaat. Ja. En dan laten wij die reeks maar afmaken. Ja, 7 op rij winnen. Dat heb je mooi gezegd, hoor. Ja, dankjewel. Ja. Maar dat NAC ineens in de vlucht. Dat vind ik wel wat een rare ploeg. Het zou knap zijn, toch, Houser? Dan gaan ze alle 4 scoren. 7 op rij. Hey. Is dat een record eigenlijk? Dat is wel echt het doel van ADO, hè, om de winst op in te gaan met die reeks van 7 op rij winnen. Dat hebben we een prachtig mooie eerste seizoen zelf, jongens. Overwinter in de beker en 7 keer op rij gewonnen. En ook nog een periodetitel. En 6 punten gepikt door die. Ze gaan alle 4 scoren vrijdag. Wie? Alle 4 de Hagenese. Kiesnappen, Het, Stijn en Elia. Kijk, nou dat zou mooi zijn. Goed. En wat wordt het, Nico? 0-3. Ja, jij. Ze gaan alle 4 scoren 3-2. 0-3. 1 in eigen goal. Dat doe ik 4-1. Nee, oh. Ja, dan kan Jan Maarten nog een eigen doelpuntje maken ook. Hey, ik kom zo bij jou terug, Houser. Ja. Wat wordt het? ADO NAC, laatste van dit jaar. Thomas, 2 keer. Ja, jouw vriend. Ja. Stijn, 2 keer. Zo. Weer 4-2. Zo. Oh, God. En Zeuntjes 2 keer. 4-2. 4-2, ja. Oké. Okay. Hoe zei je dat? Nou, die Zeuntjes, die grijze post, daar moet je vooruit kijken. Ja, dat hebben we gezien in Breda. Kijk maar naar Nico, daar moet je ook vooruit kijken. Roy? Moet ik ook gaan zeggen? Ja, je mag ook voorspellen. Dan wordt een cadeautje opgestuurd. Ja, doe maar wat, joh. Knal ik hem op 2-1. Ik houd rustig. 2-1. Oh, dat is wel leuk. Ja. Krappe overwinning wordt het dan, als ik het zo hoor. Ja, ja als het maar overwinning. Ja, ik doe het ook rustig. God, nee. Dat zei je vorige week ook. Ja, nee, maar toen was ik echt van overtuigd. Maar ik zie NAC nu toch wel in stijgende vorm de laatste weken. Maak het. Dus ik doe ik 3-1. Zei je al? Met je 4 aangeleid. 4-1. Oh, dan ik 3-1. Ja, gewoon. Moet ik ook nog zeggen wie? Gelukkig, want ik wilde 3-2 zeggen. Oké, dat kan dus ook. Jawel, Pim. Oh, sir. Nou, we allemaal wat verschillend, toch? 3-2. En Roy, wat had Roy? 2-1. 2-1. Goed, Nico, fijne wedstrijd. Ja, jij ook. Veel plezier, mannen, met de laatste wedstrijd van het jaar. Ik hoop het zeker. We gaan een goede kerst. Mooie afsluiten. We zijn er volgende week nog 1 keer met ADO Praat en dan is het winterstop. Oh ja. Houser, ben je dan ook weer? Tuurlijk, Pim. Goed, Roy komt vast ook nog wel een keer terug. Als ik die uitslag goed heb wel. Ja, vond je het leuk? Ja, was. Dan kan Van Hert toch komen volgende week? Dat mag niet. Toch een winterstop. ADO-speler zit in een bubbel. Tot volgende week. Ja, doei! Dag allemaal. FC Roy erbij.